Laten we beginnen met onze nationale voetbalselectie onder leiding van bondscoach Stanley Menso. Gisteren was de kick-off van de CONCACAF Nations League serie, waarbij Suriname als eerste tegenstander heeft dus Jamaica, de Reggae Boys, die gisteren gekleed waren in donkergeel met geel tenue, gele broek. En Nacho heeft in de eerste helft behoorlijk wat kansen gehad, zoals hier Diego Biseswar, die zijn schot nog net voorlangs zag verdwijnen. De goalie van Jamaica trouwens een goede doen. En de Jamaicanen die kwamen bij vlagen ook heel goed opzetten. Onder andere Junior Fleming en ook Leon Bailey, de man van Aston Villa. Die was zeer gevaarlijk. Maar Nacho liet zich ook goed zien gisteren. Ettelijke kansen. Ook hier gaat zo'n kans de mist in. Florian Josefsson die het probeerde. En het regende in de eerste helft van de kansen bij Nacho. Yannick Wildschut, de man van CSKA Sofia in de Bulgaarse competitie. Nu ook bij Nacho. Die kreeg ook zijn kansen. Doelman Warner Haan, die moest zo nu en dan ingrijpen. En zo bleef de ploeg van Jamaica het proberen. Dit moment. Ja, balverlies. Klungelig. Junior Fleming staat vrij, draait weg. En Fleming die schiet dan het doel in en brengt Jamaica op 1-0 tegen misschien het spelbeeld in. Want Suriname speelt tot dan niet een onaardige pot. De bal had hier weggewerkt moeten worden. Gebeurde niet, ook in tweede instantie niet. Dan zegt die Jamaicaan dankjewel. Hij ziet Fleming bij de penaltystip vrijstaan. Die keert goed weg en Fleming die schiet dan het doel in en brengt de Reggae Boys op 1-0. En ja, dat in de eerste helft, dichtbij het rustsignaal, zeg maar, aan het einde van de eerste helft, brengt de man met nummer 12 bij Jamaica, Junior Fleming, Suriname op, op 1-0. Nou, de ingevallen Jamiljo Richters was gevaarlijk. Met een indraaiende corner scoort hij op fantastische wijze. Jamiljo Richters, een van de weinige voetballers uit de lokale competitie, die dus deel uitmaakt van Nacho, komt uit voor Robin Hood.